Filiaal Latour is een vrij klein filiaal dat de afgelopen jaren uit haar voegen is gegroeid. Dit zegt Diana Quitania, filiaalhouder Hagerijn Bank Latour. Ze sprak op de receptie ter gelegenheid van de 35e jaardag van dit filiaal in het Yacana Wellness Resort. Quitania memoreerde dat het precies 35 jaar geleden is dat de bank haar deuren in Latour heeft geopend en hoogwaardige financiële diensten aanbiedt aan haar klanten. Volgens de Hagerijn Bank filiaalhouder hebben de klanten van de omgeving Latour bijgedragen tot de groei van deze bank. Daarom hebben zij en haar hele team aan de serviceverbetering gewerkt. Door de individuele klant te benaderen, na te gaan wat hun wensen zijn en ze daarin tegemoet te komen met advies en het doorgeven van onze producten, welk past in hun bedrijf. We kennen de bedrijven door de jaren heen, zeker de laatste 3-4 jaren, door acquisitie hebben we de bedrijven leren kennen, klantenbezoeken gepleegd. We hebben nieuwe klanten aangeboord en dat heeft ons de kansen gegeven uw bedrijf beter te leren kennen. Vandaar dat u volgens mij ook vandaag hier staat. Het vertrouwen heeft u in ons en we waarderen dat. Dank u wel daarvoor. Door onze klantgerichte benadering hebben we ook groei kunnen bewerkstelligen. Groei in de zin dat u eigenlijk meer met de bank ging doen. U heeft als bestaande klant, nieuwe klant, heeft u ons zodanig vertrouwd om de producten bij u aan de man te brengen. Nogmaals, dank daarvoor, want daarom zijn we gegroeid. Quitania complimenteert haar team dat een heel klantgerichte benadering heeft en heel enthousiast is. Jim Boussaid, directeur van de Hagerijn Bank NV, zegt dat er geen groot feest gegeven is vanwege de moeilijke periode die Suriname momenteel doormaakt. De bank heeft er daarom voor gekozen een vijftal instellingen van Latour en omgeving te bedenken met één donatie. Boussaid memoreerde het ontstaan van het filiaal Latour na de onafhankelijkheid van Suriname. Eigenlijk het laatste filiaal dat we in die periode hebben opgezet, het 8e filiaal, is het filiaal Latour. Het is namelijk zo dat de Hagerijn Bank, die de meest Surinaamse bank is in Suriname, voelde dat ze een bijzondere bijdrage moest leveren bij de totstandkoming van de onafhankelijkheid van Suriname. Je had 3 grote banken, de DSB, waarvan ABN AMRO de groot aandeelhouder was. Je had het filiaal zelf van ABN AMRO en Hagerijn Bank. En wij vonden dat wij een bijdrage moesten leveren aan het succes van de onafhankelijkheid. Wat kan je als bank dan doen? Natuurlijk progressieve financieringsvormen opzetten. We zouden onafhankelijk worden, op eigen benen staan. En economisch op eigen benen staan, want anders ben je politiek onafhankelijk, maar je bent economisch nog afhankelijk. Wat is dan de betekenis daarvan? Niet veel. Boussaid gaf ook aan dat vooral kleine en middengrote bedrijven bankieren bij de Hagerijn Bank. Ook verschafte de bank progressieve financieringen, waardoor veel mensen in de tijd hun bruinzeelhuis hebben kunnen bouwen. Boussaid bracht tenslotte ook dank uit aan de eerste filiaalhouder van Latour, Ray Wimpel, voor zijn buitengewone bijdrage aan de bank.